Zo, hoeven we ons gelukkig geen zorgen meer te maken over Sinterklaas. Want die is goed in Haaksbergen aangekomen. Weliswaar met de trein en niet op de fiets. En de heren bij mij aan tafel zitten nou juist wel heel vaak op de fiets. Welkom, de heer Vogel en de heer Sengers. Beide actief bij HTFC, de Haaksbergse Tour en Fietsclub. Ja. En vanavond zijn we hier eigenlijk wel een beetje voor een bijzonder project. Want HTFC heeft een nieuw mountainbike traject aangelegd, zelfs heb ik begrepen. Ja. Misschien is het handig, meneer Vogel, als u eerst even precies vertelt wat uw betrokkenheid is bij HTFC. Nou, de betrokkenheid bij de HTFC is dat ik namens de HTFC als projectleider ben ingezet voor het coördineren van en het aanleggen van de mountainbike route. En dat geheel heb ik dus veel te maken met de route zelf. En de heer Sengers, die dan ook mijn assistent is, die daadwerkelijk ter uitvoering komt van de werkzaamheden. Dus ik kan lekker niks doen. En de heer Sengers met zijn maten, die zorgen voor de rest, plus de andere collega's uiteraard. Meneer Senger, dat is een keer de andere kant van het verhaal voor u. Ja, ik moet nog meer doen, alleen bij de gemeente. En dat is ook verleden tijd. Nee, mijn relatie met de HTFC is dat ik erbij was van de start onder de luifel van Lohuis. Ik ben eventjes nog voorzitter geweest en nu ben ik gewoon lid. En ik help Henk inderdaad bij het realiseren van die mountainbike route. En ik heb het idee dat u dat samen met veel plezier doet. Dat kun je wel zeggen. Kijk heel serieus, plezierig is. Ja, het is een hobby dus. Ja, dan ga ik misschien een hele rare vraag stellen. Eigenlijk, ja, het is gewoon een rare vraag. Was die aanleg nou noodzakelijk? Ja, want anders doet u het niet. Wat een rare vraag. Ja. Ja, was echt noodzaak. Er was verzoek uit eigenlijk de natuurbeheerders om tot de afspraken te komen, om beter de verschillende recreantengroepen te scheiden in de natuur, zodat er geen conflicten zijn en je gewoon harmonieus met elkaar om kon gaan. Want de mountainbikers waren nu nog een beetje freewheelers. Er was niks voor geregeld in ieder geval op dat gebied. Er waren wandelpaarden, er waren ruiterpaarden, maar er was niet wat voor de mountainbikers. En het mountainbiken heeft door de jaren heen zo'n enorme vluchtgeloof gekregen, dat er veel meer mensen mountainbikten en daardoor ook vaker conflicten waren, ook die paden die je dan samen met anderen moest delen. En dat is de reden geweest dat we met de terreinbeheerders tot een afspraak zijn gekomen, op welke manier je dat dan zou kunnen invullen. Het nieuwe terrein, waar heeft u dat aangelegd? Het is geen nieuwe terrein, het is een route. De totale route is 60 kilometer lang en van die 60 kilometer is 10 kilometer aan nieuwe paden aangelegd. En als je nou kijkt naar het gebied, dan praat je over het gebied van het Langheet, het gebied Haaksbergenveen en het gebied Witteveen. Er zijn natuurlijk verschillende natuurorganisaties, maar ook andere particulieren bij betrokken geweest. En die hebben allemaal toestemming verleend om gebruik te maken van hun gronden en hun terreinen. Omdat zij ook zelf daar belang bij hadden natuurlijk. En ook wij hadden uiteraard belang bij een goede regulatie. Ik vond het eigenlijk wel een welkome, positieve opsteker. Tussen alle negatieve berichten tegenwoordig bij verenigingen, omdat iedereen minder moet doen, dat we dan bij HTFC zien dat we juist wat nieuws gaan doen. Ja, niet alleen dat. Er zijn nog meer opstekers in dat verhaal. Het is een gebied wat wat gefinancierd wordt door de overheid, die hele aanleg van de route. En we zijn qua budget binnen de begroting gebleven en qua tijd zijn we binnen de begroting gebleven. Dat verdient voor buiten. Dus wat dat betreft scoren we daar ook enorm mee. Maar we merken ook dat er ontzettend veel waardering is voor de route zoals we die aangelegd hebben. Hoe groot is die groep die daar nu echt gebruikt wordt? Dat kan Dick eigenlijk het beste zeggen. Dat is een hele grote groep. Niet alleen, het gaat natuurlijk niet alleen om degenen die bij verenigingen, mountainbikeafdelingen aangesloten zijn. Iedereen kan gebruik van het is een openbare route, net als het wandelnetwerk in Twente of het paardenruiternetwerk wat ze willen gaan maken. En zo hoort ook onze eigen Haaksbergse route straks, maakt die onderdeel uit van een Twents netwerk. Want misschien weet je dat in Twickel al een dergelijke route van 70 kilometer is aangelegd. En rond Enschede en nog een paar plaatsen. En daar worden links naar gemaakt. Dus je kunt straks overal doorrijden. Je zou eigenlijk een weekend lang. Als je zou willen, het is een recreatief voor de mensen die op de camping zitten en zo een mountainbike mee hebben. Is het natuurlijk heerlijk dat je ergens weet waar je mountainbiken kan. En op die manier kanaliseren wij dat, zodat die mensen niet allerlei wildpaadjes induiken, maar gewoon zeggen: hé, dat is een leuke route. Dat is de basisidee. En dat heeft zijn niet natuurlijk alleen mooi weerrijden, zo ook, hè? Nee, het mountainbiken doe je gewoon buiten. En een modder is geen probleem. Maar iedereen kent het mountainbiken van tv.
Het veldrijden is dat. Ja, ja, nou, ja, misschien is het een verkeerde vergelijking, maar dan denk ik van ik vind het maar bikkels van mannen en vrouwen. Ja, maar het is natuurlijk een sport die een appel doet aan wat je vroeger ook deed als jonge jongen. Een beetje behendig, buiten, lekker crossen zoals het dan zo mooi heet. Het is sportief bezig zijn, het is behendig bezig zijn en in de natuur. Dus dat doen mensen graag. En je ziet gewoon dat die tak van sport, die groeit alleen maar. Kleine kinderen zie je vaak op de tracks. Ik heb daar met Henk natuurlijk... Op de tracks. Zo heet het, sorry. Dat is een vak. Single track is gewoon zo'n klein borstpaardje met allerlei uitdagende toestanden. En die zijn we aan het aanleggen geweest, 10 kilometer. En dan zie je al een heleboel kleine kinderen met pa vaak, of pa moe. Die komen er al over die tracks en die genieten, want het is natuurlijk qua jongensachtig werk in feite, behendig bezig met zo'n fietsje. Dat is gewoon leuk. Beetje het water. Dus het is niet meer weg te denken ook. Dus moet je ook zorgen dat je het kanaliseert, die druk die groeit. En dat heeft een tijd geduurd, want we hebben in 2001 zijn we begonnen. Ik herinner me het eerste overleg met de natuurorganisaties. Toen was het nog een probleem, zo werd het omschreven. En toen groeide het idee van nou laten we het dan proberen te kanaliseren. En dat heeft gewoon tijd gekost in het overleg voor de geesten rijp werden. En uiteindelijk is het dan nu zover dat we 10 jaar later, denk ik, de zaak gerealiseerd hebben. Met 130 man van de vereniging. Ik kan het zeggen, u beiden met waarschijnlijk heel veel andere vrijwilligers. Nou, 130 horen we al. Ja. De 17e, dat is overmorgen, dat is donderdag. Dan is de opening. Ja. Nou las ik op internet bij jullie dat vanaf 1 uur iedereen eigenlijk met Bram Tanking op pad kan. Ja, dat klopt. Met Bram hebben we contact opgenomen via een fietsenzaak in Enschede. Die heeft dat contact geregeld. En Bram wil graag hier naartoe komen om de route te openen. Het is natuurlijk ook zijn geboorteplaats en ook waar hij opgegroeid is als jeugd. En ook, hij heeft natuurlijk in de natuur gemountainbiked. En nu ziet hij wat wij dus gezamenlijk hebben gerealiseerd. Dus we vinden het ontzettend leuk dat Bram erbij is. Na afgelopen Tour de France weet natuurlijk iedereen wie Bram Tanking is. Dus dat hoeven we niet meer uit te leggen. Echte. Nee. Wielrenner Corrivee. Ja. Om 1 uur donderdagmiddag start hij. Iedereen is uitgenodigd. Je hoeft geen lid van HTFC te zijn. Nee, waar start hij? Scholtenhagen. Op het Scholtenhagen? Ja, dat is het hotel Scholtenhagen. En daar bij de parkeerplaats. Bij de parkeerplaats. Zeg maar. Ja. En daar kan iedereen die zin heeft. Iedereen die zin heeft kan gewoon mee komen rijden. Okay. Ja, Bram wil het zelf even ervaren natuurlijk voordat hij hem gaat openen. Dus we gaan 2 uurtjes rond, denk ik. Daarna heb ik begrepen, dan komt de officiële opening. Ja. Daar zijn de genodigden allemaal voor uitgenodigd. Ja, kunt u mij even schetsen hoe het officiële gebeuren eruit zal zien? Nou, het officiële gebeuren is dus dat er wordt natuurlijk wat verteld door de regio, die uiteindelijk een heel belangrijke partner is in het hele project. En dan zal Bram Tanking dat officieel openen. Hoe dat gaat gebeuren, dat laten we dan even voor ons. En dan zal uiteindelijk nog wat mensen zijn die met een routebouw te maken hebben gehad. Onder andere iemand die heel erg belangrijk is voor het aanleggen van de route van Pro Bos. Het woord zegt er al, voor het bos. Die dus ook de belangen van de boseigenaren goed kan vertegenwoordigen. Maar ook tegelijkertijd kan zeggen van, hij is ook mountainbiker. Ook kan zeggen van, dat is hetgene wat de mountainbikers graag willen. En hoe kunnen we dat nou in harmonie met de natuur en de eigenaren zo samenvoegen dat het ook inderdaad een geslaagde actie is. Nou, daarna dan hebben we een hapje en een borreltje en dan is het dat hoort zo. We laten trouwens wel, dat vergeet ik nog te zeggen, we laten wel een hele mooie film zien die gemaakt is door Alexander Vianke van de route en datgene wat de route te vinden is en tegelijkertijd mooie natuurbeelden waardoor je ook iedereen die daar aanwezig is ook zal zeggen, kijk, dat is nou een voorbeeld van een fantastisch aangelegde route. Als u al 10 jaar bezig bent, dan moet u beide goed doen. Dat nu donderdag eindelijk, zeg maar, het startschot, in ieder geval de opening is. Lange adem, eindelijk beloond. Ja, laten we zeggen dat we wel een uitermate groot geduld hebben gehad. En dat is ook regelmatig op de proef gesteld. Maar we hebben steeds het doel voor ogen gehouden. En dat is uiteindelijk waar iedereen eigenlijk naar streeft. Je hebt een bepaald gedachte, een bepaald doel en daar werk je gewoon naar. En als het soms wat tegen zit, dan neem je een gas terug. En als het mee zit, dan kunnen we een stapje verder gaan. En we zijn heel erg blij met de situatie zoals die nu is. De relatie tussen de grondeigenaren en de mountainbikers. In combinatie met het werk wat we als vrijwilligers gedaan hebben. Dat we toch echt heel erg veel is. We hebben 2.500 uren ruim erin gestopt.
aan vrijwilligerswerk. Het is wel goed om dat eens even te benadrukken, hoeveel mensen daar daadwerkelijk mee aan de gang zijn geweest. Dat is de sterke kant van de club, hè, de vrijwilliger. Ja, dat klopt. Nou, we hebben ook geluk gehad. Vorig jaar regende het geweldig in november. En toen konden we dus precies zien waar de gronden behoorlijk nat zijn en waar niet. Ja, dus we konden daarop inspelen, wat in Twickel in eerste instantie wat verkeerd ging. Bij ons is dat gelukt. Dat scheelt ons een hoop werk, een hoop nawerk in de tweede fase, denk ik. En ik begrijp ook van alle enthousiaste reacties, dat is leuk om te horen natuurlijk, dat die redelijk technisch is, onze route. Want we hebben er veel grapjes in uitgehaald met vlondertjes en wipwapjes en weet ik veel wat allemaal. En daar wordt heel positief op gereageerd, want het is echt bendigheidswerk voor We zien ondertussen, dat wij met elkaar spreken, prachtige beelden die wij al hebben mogen maken van de route. Kijk aan. Ik kan me nu voorstellen dat de mensen heel erg enthousiast worden. En denk ik van, ja, maar dit wil ik eigenlijk wel in clubverband. Is er bij HTFC inmiddels een echte mountainbike club? Nee, er is geen mountainbike club. Maar het is wel zo dat binnen de vereniging zijn er gewoon een groep motorbikers. En de rest zijn dan racefietsers. Soms, ook vaak trouwens, worden dus dat gecombineerd. Racefietsers doen dan zomers. Maar er is wel een afdeling mountainbikers binnen HTFC. Ja, ja, waar mensen zich bij aan kunnen sluiten van alle niveaus. Ook van alle leeftijden? Ook van alle leeftijden, ja. Dus als de kinderen op dit moment van 8, 9, 10 denken van nou, maar dat is, misschien is dat wel heel erg leuk. Nou, je hebt natuurlijk toch wel, dat we als vereniging zijn we daar niet specifiek mee bezig op dit ogenblik. Maar ik denk dat het aan staat te komen, gewoon doordat kleine kinderen ook met motorbiken bezig willen zijn. Dat er misschien wel een ontwikkeling is waarbij we zeggen, nou, we gaan iets speciaals voor kinderen organiseren. Nu is op dit ogenblik nog geen directe vraag naar. Maar misschien komt dat door die route en dan zullen we als bestuur, zal het bestuur misschien kan er met een leuke zaterdag of zondag wel een enorme groei ontstaan. Ja, nou, we geven ook clinics voor motorbikes, dus motorbikers. Dus dat zou dat misschien wel inpassen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ja. Plannen zijn er zat. Zijn er zat, kijk eens aan. Misschien geen enkel probleem. Nee. U gaat donderdag uw feestje vieren met alle vrijwilligers. Zeker weten. Lijkt me helemaal geweldig. Ja. Ik wens u daarbij heel veel plezier. Iedereen die dus aanstaande donderdag 17 november met Bram Tankink vast het pad wil verkennen, dat kan. Dan verzamelt u om 1 uur bij hotelrestaurant Scholtenhagen. Parkeerplaats, zwembad, restaurant en de voetbalclub. Nou, dan kan iedereen het vinden. Iedereen hoeft geen lid te zijn van HTFC. U kunt gewoon mee, gezellig fietsen. Nou, en dan zien we vast nog weer wat van terug op Sternet. Ja. Ik dank u beiden heel hartelijk voor uw komst. Moeten wij nog een fiets voor jou regelen? Graag gedaan. Een fiets voor mij regelen donderdag om 1 uur. Ja. Het komt met bakken naar de lucht. Fietsen of... Als ik nou beloof dat ik er om 1 uur ben, is het dan ook goed? Is het ook goed. Nou, dat is de eerste stap gezet. Deze belofte, dan ben ik er donderdagmiddag om 1 uur. Okay. En dan kijk ik met jullie mee. Goed zo. Dank u heel hartelijk. Ik wens u veel plezier donderdag. Ook dankjewel. Met het officiële gedeelte. Ja, dankjewel.